Hi allemaal, vandaag ga ik het hebben over drie soorten honger die er zijn en wanneer je dus wel aan toe moet geven en wanneer je er niet aan toe moet geven. Als eerste de drie soorten honger. De eerste is buikhonger. Tweede soort honger is een smaak- en een hoofdhonger, zo noemen ze hem. En het derde soort honger is de gewoonte- en de onrusthonger. En deze wordt ook wel vermoord als emotiehonger. En ik ga ze nu voor je uitleggen. De eerste is buikhonger. Er is niks mis mee. Dat is gewoon het aangeven van je lichaam dat het behoefte heeft aan energie, aan bouwstoffen, aan hulpstoffen. Dus het heeft bepaalde kenmerken. En het eerste daarvan is dat het een fysieke verzadiging geeft. Als je eet, voel je je verzadigd. Het is voedzaam eten. Denk aan appels, boterhammen, groenten. Daar heeft je lichaam echt behoefte aan. En je stopt eigenlijk vanzelf. Want op het moment ben je verzadigd, je houdt op. Dat is dus niks slechts aan, zo te zeggen. Dit is dus een honger waar je sowieso aan toe wil geven. Deze altijd. Nou, bij nummer 2 is een smaak- en hoofdhonger. Daar heb je behoefte aan een specifieke smaak. Deze smaak kan bijvoorbeeld ook een gekke, rare combinatie zijn. Augurken met Nutella of popcorn met mosterd, ik noem maar iets. Het kan gek zijn, hoeft niet per se, kan wel. Maar het is heel specifiek, daar bedoel ik mee. Je zegt niet van, oh, ik heb zin in chocola, maar je hebt zin in de Côte d'Or chocola, die puur is, met hazelnoten. Dat is dus precies diegene die je wil hebben. Een ander soort chocola telt niet, het is die. De kenmerken hiervan is dus dat het onregelmatig opkomt. Kan een keer 's ochtends zijn, kan weer 's avonds zijn, kan een keer week niet zijn. Heel onregelmatig. Het geeft je plezier, op het moment dat je er ook aan toegeeft, heb je er plezier van. Het verzadigt je smaak. En je zal soms moeite doen om het te halen. Stel het is nu, we hebben een avondklok. Stel het is nu 9:30 's avonds en over een half uur moet je in je huis zijn. En je denkt, oh shit, ik heb hem niet in huis. Dan zou je zo 10 minuten heen en weer rijden met de auto of fietsen om het te gaan halen. Dus dat is een moeite die je ervoor doet, omdat je er zoveel zin in hebt. Het is ook hormonaal gedreven. En het stopt ook vanzelf. Nou, dit is dus ook een honger waar we graag aan toe willen geven. Maar daar ga ik wel even een disclaimer bij geven dat het wel met een bepaalde reden is. Ten eerste, als je eraan toegeeft, neem er dan ook echt de tijd voor. Zorg ervoor dat je ervan geniet en ga er ook echt voor zitten. Want dan kun je er ook echt van genieten en dan neem je het allemaal in je op. Als je het zo voor de bank gaat eten, dan ben je niet eens aan het nadenken en je hebt hem al op. Dus het zijn de voorwaarden. De reden waarom je eraan toe moet geven, want als je dat niet doet, dan krijg je namelijk het what the hell effect. Dat betekent dat als je zo vaak het niet doet, dat je dan in één keer denkt van, oh, nou maakt het niks uit. En nou eet ik de hele pak koekjes op die ik graag wilde. Of ik eet hele reep chocola op. Dit is eigenlijk gewoon als een skippiebal die je dus telkens onder water duwt. Jouw lichaam geeft gewoon aan, ik heb hier zin in. En jij denkt, nee, ik duw hem terug. En op een gegeven moment komt die skippiebal dus naar boven, maar gewoon echt veel meer dan je wil. Dus hier moet je eigenlijk ook aan toegeven. Maar het is wel zo dat op het moment dat je in balans bent, dan geeft je lichaam aan waar je behoefte aan hebt. Dus als je goed slaapt en je eet normaal en je hebt niet te veel stress en je hebt gewoon je lichaam in die manier in balans, dan geeft het gewoon aan waar het zin in heeft. En als je dan af en toe een keer zin hebt in die specifieke chocolade, dan is het ook helemaal geen probleem. En dan pak je een blokje en dan ga je ervoor zitten en je geniet ervan. Maar wat je niet gaat doen is telkens dus onder water duwen en daarna de hele reep opeten. Dus het is ook een honger waar je aan toe moet geven. Laatste is gewoonte- en onrusthonger. De laatste soort honger. Deze noemen wij ook wel emotiehonger. Je hebt hierbij behoefte aan gewoon iets lekkers, iets vertrouwd. Een zak chips die je kast hebt liggen, de koekjes bij de koffie. En wat het ook voor gebruikt wordt, is dus om je emoties te vervullen. Dus als je bijvoorbeeld blij bent, boos bent, gefrustreerd bent. Nou, daar geeft het dus zeg maar invloed op. De kenmerken. Het is vaak hetzelfde tijdstip en dezelfde situatie. Bijvoorbeeld als je op de bank hangt na je werk, een zakje chips of inderdaad het koekje bij de koffie wat je drinkt om 11 uur. Ook is het zo dat je dus het ik heb verdiend gevoel erbij hebt. Dat je echt denkt van, oh, ik heb zo hard gewerkt vandaag, ik heb het echt verdiend. Of ik heb een zware dag gehad. Of oh, ik ben zo blij want ik heb een tentamen gehaald. Of er is iets wat je eraan linkt. Het is snel en gemakkelijk. Iets wat je zo uit de kast kan pakken. Je hoeft meestal niet zelf klaar te maken. Het ligt zo klaar.
Het geeft weinig of geen verzadiging op het moment dat je het eet. Je kunt zo een hele zak chips leeg eten. En dan heb je nog zo'n beetje zo van. Ja, je houdt gewoon een beetje zo'n hol gevoel. Het heeft ook iets onprettigs in zich. En het stoppen ervan is heel moeilijk. Dus je blijft meestal maar doorgaan. Nou, je lichaam heeft inderdaad wat nodig bij emoties. Maar dit is dus een soort honger waar je dus niet aan toe moet geven. Dit komt omdat wanneer je lichaam aangeeft: ik heb iets nodig, betekent niet dat het eten hoeft te zijn. Dus dat is een beetje het punt waar we hier tegenaan lopen. Je lichaam geeft aan: ik heb behoefte aan iets en jij lost het op door eten. Maar dit gedrag kun je dus veranderen. Dus we moeten zorgen dat het eten wordt dus veranderd. We gaan iets anders doen. Even kijken. Jullie zijn vast bekend met Pavlov-reactie. Nou, heel simpel. Man ringt een belletje. Even later geeft hij meteen eten aan een hond. En die hond die linkt dus het ringen van het belletje op een gegeven moment aan eten krijgen. Omdat hij dat dus zo vaak herhaalt. Waardoor als hij alleen het belletje al rinkelt, die hond gewoon speeksel aan gaat maken. Omdat hij denkt dat hij eten krijgt. Nou, bij mensen is het eigenlijk net zo. Op het moment dat je 12 keer iets doet, dan gaat iets een beetje een gewoonte worden. Dus stel dat je 12 keer 's avonds op de bank denkt van, oh, ik pak dit. Of oh, ik pak een koekje bij de koffie. Denk aan het belletje. Je wordt gewoon een beetje geconditioneerd dat je daar zin in hebt, dat je dat wil. En dat is wat er gebeurt. En nu is het zo dat dat gedrag ook veranderd kan worden, maar het is moeilijker dan het aanleren. Het kan soms wel 100 dagen duren om echt iets te veranderen. Wil niet zeggen dat het altijd 100 dagen duurt, maar ga er wel van uit dat je dan een beetje tijd in moet steken om dit te verhelpen. Nou, wat is een manier om het te veranderen? Normaal eet je bijvoorbeeld een zak chips. In plaats van dat je dit doet, ga je een stukje wandelen. Of je gaat dansen op je favoriete muziek. Of je gaat iets anders doen, stukjes piano spelen. Net wat je leuk vindt, ga een spelletje spelen met elkaar. Maar zorg er wel voor dat je iets onprettigs dus kan veranderen in iets prettigs. Yes? Oké, verder nog wat tips. Ik heb een hele hoop. Leer dus wat voedzaam eten is en haal het in huis. Zorg dat je het altijd in huis hebt. Al als je dus echt die buikhonger krijgt, dan kun je dat dus oplossen. Bedenk ook welke soort honger je hebt. De eerste twee, daar wil je dus aan toegeven. De tweede, mits je in balans bent. En de derde is dus niet nodig. Geef dus toe aan buik- en hoofdhonger. Los je buikhonger niet op door bijvoorbeeld te snacken. Dus als je echt zin hebt in voedzaam eten, ga dan niet een zak chips eten of een koekje eten, maar eet echt iets voedzaams. Eet ook met aandacht, daardoor herken je ook verzadiging. Dus ga ook echt niet voor de tv eten, gewoon zitten met je bord, kijk ernaar, geniet ervan. Helpt ook heel erg. Nou, maak ook je eigen keuzes en ook in gezelschap. Ik weet dat het soms moeilijk is als mensen iets aanbieden om dan nee te zeggen, maar je weet waar je het voor doet. Doe het gewoon voor jezelf. Als je er geen zin in hebt, denk bij, vind ik het de calorieën waard? Geniet ik ervan? Zo niet, wijs het gewoon af. Probeer sociale en emotionele problemen ook niet op te lossen met eten. Zorg ervoor dat je die koppeling niet maakt. Zorg ook voor dat die positieve en de negatieve gedachten ook niet koppelt aan eten of oplossen met eten. En probeer er gewoon dus echt door te doorbreken op deze manier, wat ik een beetje aangaf. Dus als je echt het gevoel krijgt van oké, ik wil echt een hele zak chips leeg eten en je weet dat het niet echt een emotie is, het is meer gewoonte, of sorry, je weet dat het kan door een emotie zijn of het is een gewoonte, honger, zeg maar, ga iets anders doen. Dus speel een spelletje, ga een wandeling maken, maar zorg ervoor dat je het oplost. Als er nog andere vragen zijn, laat me weten, maar denk de komende week gewoon even na van oké, heb ik nu honger van omdat ik echt eten wil hebben, dat voedzaam is? Heb ik honger omdat ik gewoon echt ergens zin in heb, lekker? Of heb ik nou e echt zin in iets omdat ik denk van oké, normaal doe ik dit ook om 12 uur. Of de zak chips ligt lekker dichtbij en het is 's avonds, ik lig op de bank. Dus denk erbij na welke soort honger is en dan weet je of je eraan toe moet geven. Heel veel succes komende week en ik hoor graag van jullie als jullie vragen hebben.